ja, de Beatles met Help, dat heb je dan nodig. En dan staat daar in één keer René Kleinsman, de schade-expert van Interpolis. Hij kwam in actie. René, 13 mei 2015. Hoe is jouw dag verlopen? Ja, eigenlijk als een normale werkdag in eerste instantie. Als je schade-expert hebt, dan weet je eigenlijk niet wat de planning is voor die dag. Ik was 's morgens onderweg en volgens mij net weg bij een afspraak die ik had. Rond 10:30, kan ik me herinneren, kreeg ik een telefoontje van ons kantoor. Er is een grote brand in Veenendaal, kun je daar naartoe? Gelukkig kon dat, dus dat op dat moment beschikbaar. Dus wat doe je dan? Ja, je keert je auto om en je rijdt op dat moment naar Veenendaal. Niet wetende eigenlijk wat daar op dat moment op je afkomt. Ik weet dat het gaat om een grote brand in een sportcentrum. Ik krijg telefonisch wat zaken door en meer weet ik op dat moment eigenlijk niet. Komt ter plaatse. Ja, je ziet eigenlijk een heel mooi gebouw van de buitenkant. En heel veel eromheen, brandweer, rook naar buiten komen, water naar buiten komen en heel veel ernstige gezichten terecht. Ik meld mij daar. Ik had een afspraak al met iemand van de Rabobank, een tussenpersoon voor verzekeringen, zeg maar. En ook een financieel adviseur die al, zeg maar, bij onze verzekerden waren. Nou, afgesproken dat we elkaar daar zouden kunnen zien en dat lukte. Samen eigenlijk contact gezocht. Daar kwam ik voor het eerst Wesley Routier tegen als manager van de club. En Marcel van Amersfoort, voorgesteld wie je bent. Ook vrijwel direct contact gezocht met de brandweer. Van, kunnen jullie ons vertellen wat de stand van zaken is? En ernstig. Ja, wat doe je dan als expert? Proberen eigenlijk een beetje rust en overzicht te creëren voor de klant. Want op dat moment ben ik natuurlijk de man van Interpolis letterlijk. Die het aanspreekpunt is voor onze klant om hem te helpen waar nodig. We hebben toen in goed overleg met de brandweer ook een pluim daarvoor, moet ik zeggen. Ook direct het contact kunnen krijgen van, kunnen jullie ons vertellen hoe de stand van zaken is? Door je kennis en ervaring, wat je ziet aan de buitenkant van het gebouw, maak ik me al ernstige zorgen voor de gevolgen binnen. Terwijl met name Wesley en Marcel op dat moment als zoiets hebben van, nou, misschien moeten we wat schoonmaken. En als het een beetje meevalt, kunnen we over een week of twee weken weer open. En ja, dan weet je bijna dat het heel lastig wordt. Het is zo, die dag is zo verlopen. We hebben continu de contact gehad. We hebben buiten bij elkaar rond de tafel gezeten en kennis gemaakt met hoe we erin staan. En dat was prettig. Op een gegeven moment kwam er het zijn brandmeester. Je mag eigenlijk het pand nog niet echt in voor buitenstaanders, maar samen met de officier van dienst hebben toch met de onderzoeker. Die had ik onderweg al geregeld. Dat is, zeg maar, een toedrachtsonderzoeker die graag wil zien wat er gebeurd is, omdat we willen weten wat er mis is gegaan. Want als je weet wat er mis is gegaan, kun je er ook over nadenken hoe je het de volgende keer kunt voorkomen en oplossen. We zijn toen het pand binnengegaan. Hebben ook gezien eigenlijk wat de situatie is met heel veel rook, roet en waterschade. In de tussentijd, onderweg en zowel buiten, heb ik eigenlijk allerlei bedrijven alvast benaderd, klaargezet in de planning. Op het moment dat de brandmeester is en we mogen het pand in, dan moeten we er echt alles aan doen om meer schade te voorkomen. Beredden noemen we dat. Dus dan is het waterzuigen uit een pand, gevoelige apparatuur halen uit een pand, schoonmaken maken wat kan. En dat is gelukt om dat eind van de middag al op te starten. Die bedrijven stonden echt te wachten totdat we naar binnen konden, hele ploegen. En toen hebben we ook 's avonds en op Hemelvaartsdag en dergelijke, iedereen die heeft gewoon enorm doorgewerkt om alles veilig te stellen wat kon. En ook daarvoor een grote pluim en zeker ook voor de mensen van La Vita en iedereen die ze daarbij inschakelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk stap 1. Elkaar leren kennen en het vertrouwen van elkaar winnen. En het vervolgtraject? Het vervolgt. Ja, de Hemelvaartsdag is iets dat iedereen het een beetje moet laten bezinken om na te denken van wat er gebeurd is. Voor vrijdagmorgen vroeg hadden we al een afspraak gepland om de koppen bij elkaar te steken en zeggen van, wat gaan we doen? En toen is het ook gelukt om een plan van aanpak te maken. We hadden inmiddels de wetenschap en de kennis dat we het pand, zeg maar, in delen op konden splitsen. En met name het meest essentiële van de zaak eerder in bedrijf kunnen nemen, mits we dat gewoon heel slim en voortvarend aanpakken. Alle aannemers, bekende bedrijven van La Vita waren erbij betrokken. We hebben echt om de tafel gezeten. Ernstig gesprek gehad. Op een gegeven moment gezegd van, nou, over 5 of 6 weken moeten we open kunnen. Kan dat? Ja, vervolgens eigenlijk dat goed geëvalueerd en gewoon gezegd, we gaan het doen. Maar als we dat doen, dan moeten we het ook waar kunnen maken. Dus met name La Vita moet waar kunnen maken als ze die dag prikken. Daar moeten we open gaan, want dan kunnen we dat ook communiceren naar onze klanten. En ook laten zien dat we ervoor gaan en dat we het weer 100% voor elkaar willen krijgen. En dat is gelukt en dat is
Ja, dat is een zeer intensief traject. Eigenlijk met de begeleiding, volgens mij hebben we minstens 2-3 keer per week bij elkaar gezeten. Met alle betrokkenen, iedere keer weer van, joh, hoe ver staan we? Hoe gaan we om met de budgetten? Dus wij moeten natuurlijk als verzekeraar, op dat moment moet je ook wel de budgetten stellen. Van, we gaan dat doen, maar ja, gaan we het betalen? Ja. En die zekerheid die hebben we gewoon ook aan Levita kunnen geven. Als we dit gaan doen, we staan er allemaal achter, dan zorgen wij voor die budgetten. En we gaan het continu bewaken en monitoren hoe ver we zijn. Iedere keer bijsturen om gewoon die planning te halen. En dat is de eerste eigenlijk opening, fase 1 noem ik maar, na 5 weken. Het is ons gelukt. Dat zat er eerst niet in op die bewuste vrijdag om ook nog meer te openen voor de zomervakantie. Dat is ook een hele mooie prestatie. Die hebben we eigenlijk gewoon meegenomen omdat we vonden dat het kon. En vervolgens op 1 september, als ik goed zeg, zijn we echt weer helemaal open gegaan. Ja, ik zeg ook we eigenlijk, omdat het ook voelt als iets wat we met z'n allen hebben gedaan. Dus wat dat betreft is het bijzonder ook om dat als expert te mogen doen. En dat het dan ook lukt, want dat is hetgene waar we naar willen streven. En dat we er echt zijn voor onze klanten.